Goedenavond allemaal. Ontzettend leuk jullie allemaal te zien. Een groot gezelschap nu al. Er komen meestal nog een aantal mensen bij. We hebben in de afgelopen week een aantal hele interessante social zooms gehad. Een week geleden was dat Lester van Ravenswaarde. Moheel van het NIK. En die sprak over de Brit Mila. Heel interessant. En afgelopen dinsdag hadden we een bijzondere social zoom met professor Ganog Weinstein over dementie. Kan ik jullie aanraden. Beide staan nog op YouTube. Als je zoekt op NIAS social zoom, kan je de opnames vinden. En vandaag hebben we weer een hele bijzondere gast. Roxane van Ypres. Jurist en schrijfster. Schrijfster van het boek Het Hoge Nest. Ik hou het maar eventjes op. En zij wordt geïnterviewd door Frits Barend. Die hoef ik niet verder te introduceren, want die kennen we allemaal. Er zullen ongetwijfeld vragen zijn en die kunnen jullie stellen. Ik stel jullie voor om die te stellen via de private chat aan mij. En ik ben dan de host, de Joodse gemeente. En dan kan ik eventueel inbreken. In principe doe ik het aan het eind van het interview, stel ik dan die vragen. Frits, het woord is aan jou. Ja, normaal gesproken zeg ik altijd, als wij een gast hadden vroeger in ons programma die een boek, waar het over een boek ging, gingen wij er altijd vanuit dat de kijkers het boek niet gelezen hadden. Maar ik heb het gevoel dat bijna alle Zoomers hier, of de meeste van jullie, het boek gelezen hebben. Klopt dat of moet ik het toch van even vragen, Roxane, om even kort samen te vatten wat haar boek bevat? Hoewel ik hoor daar heel veel complimenten voor het boek. Ik heb het boek uiteraard ook gelezen. Ook mijn complimenten. Een fascinerend boek. En eens meer het bewijs dat je nooit uitgeschreven raakt over de oorlog. Want er zijn wel eens, jaar 5 geleden waren er toch wel signalen. Ik heb het al wel gehad met die oorlog. Ik hoef die boeken niet meer te lezen. En Roxane bewijst in een boek vorig jaar dat je altijd weer verrast bent. Hoewel het verhaal misschien wel bekend was, maar toch voor een groot publiek waar ik dan natuurlijk ook behoor. Roxane, dat vraag ik altijd meestal. Wil je even kort samenvatten waar je boek over gaat, voor degenen die het niet gelezen hebben? Ja, natuurlijk wil ik dat. En mijn naam spreek je trouwens uit als Roxane. Roxane, sorry. Ja, dat is niet heel erg hoor, het is 1N. Het boek gaat eigenlijk over het unieke verhaal van twee Joodse verzetszussen. Twee zussen uit Amsterdam, jonge vrouwen, die uiteindelijk in hun zoektocht naar een onderduikplek voor hun familie en ook de partners en de kinderen die daarbij horen, onder Amsterdam per toeval terechtkomen in een huis in de bossen van Naarden. Dat is het huis waar ik nu zit. Dit was de kamer ook van de oudste zus, Lien, en haar Duitse gedeserteerde partner Eberhard en hun kindje Katinka. En het boek gaat eigenlijk over wat ik heb geprobeerd, is twee dingen te doen. En dat is het hele grote verhaal op macroniveau van de Duitse bezetting van zeg maar 38 tot 45... Dat heb ik geprobeerd er helemaal in mee te nemen. In de hoop eigenlijk tijdens het schrijven dat mijn generatie toch op klein stapsniveau die hele bezetting en die hele strategie en die glijdende schaal van haat toch weer eens onder ogen zou komen. En dan aan de voorkant heb ik een klein verhaal proberen te schrijven. En dat is van deze Joodse familie uit Amsterdam. En met hun het verzet en ook de teloorgang van de Amsterdamse Joodse gemeenschap. Was jij bekend, want dat is een groot misverstand. En voordat zegt de Joden hebben zich gemakkelijk naar de concentratiekampen laten leiden. Terwijl er relatief gezien ontzettend veel Joods verzet was. En ook heel veel verzet van vrouwen. Was jou dat bekend of zijn jouw ogen opengegaan bij je studie voor het Hoge Nest? Ja en nee. Ik ben wel altijd heel erg bezig geweest met de oorlog en ook met andere conflicten bestuderen. En mijn debuutroman Schuim de Aarde, die speelt zich af in het Brazilië na de dictatuur. Dus ik was wel altijd heel erg bezig
met de oorlog, maar ik denk dat ik pas me realiseerde hoe groot de kloof is tussen de realiteit van het Joodse verzet en de mythe in de wereld die jij net noemt, dus dat frame. Ik leef mijn pet op, want ik kijk in de zon, sorry. Ik zit buiten. Dus die kloof tussen de realiteit van het Joodse verzet, wat er inderdaad, ja, wat jij zegt, wel degelijk was, ja, en het frame wat in de wereld leeft, wat misschien ook wel natuurlijk in herdenkingsculturen een beetje ook hoog wordt gehouden van de niet-Joden die de redders waren, die de verzetsmensen waren. Die kloof, daar schrok ik wel van tijdens het schrijven, hoe groot die was. En ook in de reacties op het boek, dat eigenlijk de meest gehoorde reactie is. Ik wist dit allemaal niet. En niet alleen mijn generatie, ook de generatie van mijn ouders, waarvan ik dacht dat ik die niks nieuws meer kon vertellen. Nee, mijn generatie is ook toch grootgebracht met er was geen Joods verzet, terwijl bijna alle mensen die hier zitten zijn kinderen misschien wel van mensen die in het Joods verzet staan. Maar ook de rol van de vrouw, hè? De rol in jouw boek zijn dus twee vrouwen, hebben de hoofdrol, hoewel ze met hun mannen en hun omgeving, maar ze spelen een speel. Was jij bekend met de ontzettend belangrijke rol van de vrouw? En weet je ook, is iets wat ik van professor Jan van Dijk begrepen heb, heb ik ook nooit begrepen, waarom de vrouwen zo'n grote rol konden spelen? Zoals voor het Iet van Dijk, die onlangs ook een grote onderscheiding gekregen heeft. Je bedoelt een specifieke... Nou ja, ik heb mij laten vertellen, kijk, mannen waren verdacht. Als mannen op een station stonden, waren verdacht. En als, dat is ook uit de Hollandse Schouwburg, hebben heel veel vrouwen, hebben kinderen daar weggevoerd. Als vrouwen met een kind op het station stonden om ze naar een onderduikadres te brengen, maar dat blijkt uit jouw boek ook, waren ze minder verdacht. De zusjes Brillenslijp waren ook minder verdacht, denk ik, als zij naar buiten gingen. Klopt dat? Nee, natuurlijk. Dat is helemaal waar. In het geval van Jannie en Lien, dat waren vrouwen die zich in het dagelijks verkeer bewogen als onschuldige moeders. Ik ben alleen maar even met mijn kind een boodschap aan het doen. Ja. Lien, die, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar die met een dikke buik persoonsbewijzen ging zoeken en stelen. Ja. Nou ja, een vrouw met een dikke buik, daar zul je minder snel een dreiging in zien dan een grote stevige man. Dus ja, nee, natuurlijk, dat heeft zeker meegespeeld. Ja. Was het een eye-opener voor je? Nee, want ik denk wel dat de rol van vrouwen in heel veel conflicten, en trouwens ook in de grote emancipatiebewegingen nu ook wereldwijd. Ik heb nog steeds veel contact met bijvoorbeeld Brazilië. En daar zien we natuurlijk dat als een soort onopgeruimd spook uit het verleden, die dictatuur, de liefhebbers van de dictatuur, waaronder president Bolsonaro, daar nu weer aan de macht zijn gekomen. En je ziet dat daar de grote verzetsbewegingen ook weer door vrouwen geleid worden. Ja, dus vooral in de achterstandswijken. Ja, dus eigenlijk de mensen die het... dat is een rode draad eigenlijk in alle onderzoeken die ik wel heb gedaan, is dat het vaak de mensen zijn die het kwetsbaarst zijn en het meest te verliezen hebben. Minste invloed, geld, netwerk en kracht. Ja, ja. Die uiteindelijk degene zijn die bereid zijn om ontzettend veel op het spel te zetten. Ja, maar ook mensen die wel... Ja, precies. Ja, ja. Wat het mooie is ook, wat in jouw boek, wat ik ook heel mooi vond, de Spaanse burgeroorlog. Zij komen eigenlijk verzet. Zij komen eigenlijk als het ware direct uit de Spaanse burgeroorlog. Ik weet niet voor de mensen die het weten, de Spaanse burgeroorlog was... Spanje was voor de oorlog één grote chaos. En uiteindelijk weer Franco, een zeer rechtse fascistische dictatuur, die ook samengewerkt heeft met Hitler. Hoewel er over verhalen zijn dat hij Joden heeft laten ontkomen via Spanje. Maar hij was in ieder geval een aanhanger, geen tegenstander van Hitler. En in jouw boek zijn ook, de echtgenoot is ook een voetstrijder in de Spaanse burgeroorlog geweest. Nou ja, vooral natuurlijk het circuit in Amsterdam, waarin zij zich als jonge meiden die opgroeiden in Amsterdam en die eigenlijk eind tienerjaren, begin twintigerjaren, zaten zij in een circuit van aan de ene kant een artistiek wereldje, dus dat was de oudste, Lien. Ja. En de jongste, Jannie, zat meer in een links politiek geëngageerd circuit.
En dat waren de jongens uit dat, een beetje uit het linkse milieu uit Amsterdam. Ja. Dat waren de jongens die zich aansloten eigenlijk bij de Rode Brigade, die vrijwilligers uit heel Europa richting de Franco stuurden. En ja. zij wist dus eigenlijk al sneller dan heel veel andere mensen van haar leeftijd wat het gevaar van het fascisme was. En dat heeft zeker meegespeeld in ja, dat zij al zo adequaat en meteen in 1940 zich aansloot bij dat verzet. En wat heeft jou getriggerd? Je kwam, jij op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, hebben je man en jij het huis, het Hoge Nest, gekocht. Toen begon je kasten te openen, deuren te openen. Dat beschrijf ik allemaal prachtig. En wat heeft je toen getriggerd om ja, van een economisch journalist een romanschrijver te worden? En dit echt, het is geen roman en het is toch wel een roman. Ja, hoe zou je het zelf omschrijven, laat ik het zo zeggen? Ja, ze noemen dit dan narratieve of literaire non-fictie. Dat is de categorie waarin het valt. Nou, ik was natuurlijk al romanschrijver, hè, daarvoor. Dus dat... En maar ik wel was... vanuit een economische achtergrond. Ja. Nee, dat is zeker waar. Maar toen ik met het Hoge Nest bezig was, of in ieder geval toen ik het Hoge Nest ging schrijven, was ik eigenlijk met een nieuwe roman bezig. En zelf had ik nooit bedacht dat ik er een boek over moest schrijven. Want dat is eigenlijk ook een beetje de reden dat ik aan die zoektocht ben begonnen. Is dat er zoveel desinteresse was. En dat irriteerde mij heel erg. Wat voor desinteresse? Waarin? Nou, dat... Kijk, als je een huis koopt wat oud is, dat zullen meer mensen die een oud huis ooit hebben gekocht herkennen, dan vind je altijd dingen en dan vind je het allemaal even spannend. Want, hè, ik vind dat de magie van oude huizen natuurlijk. Ja. En dan ga je er niet meteen vanuit dat dat per se interessant is voor de rest van de wereld. Nee. Maar waar ik wel op aansloeg was het feit dat dit een van de oudste en meest bekende huizen uit de omgeving is, door die luiken en door het feit dat iedereen er langs fietst. En dat iedereen een ander verhaal over het huis had. Dus de een zei, er zaten Duitsers in. En de ander zei, nee, in de oorlog zaten er NSB'ers in. En weer iemand anders zei, nou, er zaten onderduikers in. En toen dacht ik, ja maar, weet je, dat trek ik niet. Daar kan ik niet tegen. Als ik ergens ga wonen en mensen hebben zulke tegenstrijdige verhalen over zo'n belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Ik dacht, ja, dat ga ik uitzoeken al. Vooral voor mij en mijn gezin. Ja, een ideaal gegeven voor een schrijfster of voor een journalist. Ja, maar niet met de gedachte dat ik daar dus iets mee zou doen. Want de grap, of eigenlijk het trieste was, dat het niemand interesseerde. Dus iedere keer als ik zei van, nou, je moet eens horen wat ik heb ontdekt. En dan zeiden mensen, ja, nou die oorlog. Ja, wat je nu zegt, er was al in de geloof, ik heb geloof ik in 1987, of 1986 is er al een zaak niet door Gates in Leidsenweg, waar al memoires van Lien en Eberhard Rebeling gepubliceerd. Ja, oh, maar er zijn veel meer werken waarin of het Hoge Nest, of Jan de Roslijper, of Lien, of Eberhard. Er zijn op heel veel plekken, dus ik was er redelijk snel achter. Ik was er redelijk snel achter van, nou ja, dit zijn de mensen die hier hebben gezeten. Ja. En hoe kan het dan dat ik dacht er nog niet eens aan dat iemand, of dat het in Nederland mensen zo'n boek zouden willen lezen. Ik dacht er in eerste instantie aan, hoe kan het nou dat hier in de nabije omgeving mensen dat nou niet willen weten of niet weten. Dat geen breed gedeeld, geen gezamenlijke geschiedenis is. De rol van het Gooi en de rol van dit huis. Ja. En heb je geïnformeerd waarom de eerdere publicaties over het Hoge Nest nooit aangeslagen zijn? Daar heb je in verdiept, neem ik aan. Nou, maar die zijn wel aangeslagen. Alleen, het zijn meer voetnoten her en der in verschillend werk. Ja. Er zijn genoeg documentaires, hartstikke mooie documentaires en boeken over geschreven. Maar ik denk dat het ook zo is dat het vaak meer een onderdeel van een andere, grotere geschiedenis dan was. En ik dacht niet per se dat als ik het ging benaderen vanuit het huis, dat dan heel Nederland daarin geïnteresseerd zou zijn. Ik dacht puur, ik vind dat dit opgeschreven moet worden. Ik woon hier, ik heb een intrinsieke interesse. En ik vind dat dit niet onvermeld mag blijven.
Maar gek genoeg, het was al vermeld. Er waren publicaties. Dat is, wat denk jij dat plotseling na het verschijnen van jouw boek het Hoge Nest ineens, nou ja, een bedevaartje ooit werd? Ja, ik denk dat het te maken heeft met dat de andere werken, wat ik al zei, dat meer dan zich richten op een heleboel elementen waar dan bijvoorbeeld de zussenbrillenslijper een onderdeel van waren. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de toch ook hele bekende documentaire van Willy Lintfer, De Laatste Zeven Maanden. Dat is een hartstikke bekend werk. Dat kennen volgens mij heel veel mensen in binnen- en buitenland. Daar zit Jannie uitgebreid in. Ja. Er komt ze uitgebreid aan het woord. Ja, ik moet zelf zeggen dat het mij ook heeft verrast. En is het geluk? Is het? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik ben er natuurlijk ontzettend blij mee met de aandacht voor het verhaal. Misschien is het de manier waarop. Dat heeft er natuurlijk ook vaak mee te maken. Van, nou ja, hoe... Maar ja, het grappige is dat je hoort al die mensen die net inlochten. Die hebben waarschijnlijk heel veel gelezen op de oorlog. Ik zelf ook. Ik bedoel, je denkt dat je niks nieuws meer kan lezen over de oorlog. Maar het is bekend dat... Maar ik was ook verrast door hoe daar in zo'n klein dorpje, bij huizen, vlak in het Gooi, vlak naast een NSB-huis, wij spreken daar, Joden in en uit konden lopen. Ik was er ook verbaasd door, maar het was gek genoeg bekend. Maar jij hebt dus... Wat denk je dat jouw verhaal plotseling bij zoveel mensen heeft doen aankomen? Heb je daar een verklaring voor of is dat een flauw... Mag ik dat niet vragen aan de schrijfster? Nou ja, het is natuurlijk onmogelijk om... Laat ik het zo zeggen, voor hetzelfde geld hadden 5 mensen dit hele boek gelezen en hadden we hier niet gezeten. Hè? Daar ga je als schrijver altijd van uit. Dat iets... Dus ik had het niet verwacht. Ik denk dat wat ik in ieder geval hoor van anderen, dus dit is niet iets wat ik per se vind, maar wat ik hoor van anderen, is dat waarschijnlijk omdat ik wel mijn eigen generatie een soort van wilde wakker schudden. Dus dat ik er wel echt op... Wat is jouw generatie? Wat beschouw je als jouw generatie? Ik ben 44. Dus 44, de kinderen van de meesten die hier aan de Zoom deelnemen. Ja. En dan bedoel ik met mijn generatie, dus tenzij je zelf een familiegeschiedenis hebt die rechtstreeks uit de oorlog stamt, een heleboel mensen van mijn leeftijd, verder dan de films, de grote blockbusters of de geschiedenisles op school, weinig echte interesse meer hebben voor die oorlog. Dat is een hele grote groep die het wel heeft, maar dan moet je ze wel de verhalen vertellen. Dan moet je de verhalen aanleggen. Ja. Dus, en wat ik heb geprobeerd, en dat krijg ik in ieder geval terug van veel mensen, is dus inderdaad die combinatie maken tussen aan de ene kant zeggen, jongens, kijk nou eens even wat hier is gebeurd. Kijk nou eens even wat er stapsgewijs, hoe sluipendewijs, hoe strategisch dat is gegaan. Wat het aandeel van die Nederlandse elite, Nederlandse voorhoede is geweest. Linkse voorhoede. Wat zei je? Linkse voorhoede vooral. Ja, maar ik bedoel ook natuurlijk de passieve Nederlanders. Oh dus ja. De andere voorhoede, dat is weer een... Sorry. He, bijvoorbeeld het notariaat. Bijvoorbeeld de rol van de advocatuur, vastgoed, de hogere ambtenarij, burgemeesters, politie. Ja. Dus ik denk dat ik die drive heel erg had van kijk nou eens hoe dat gegaan is. Ja. En aan de andere kant dus inderdaad, zie dit familieverhaal van die Joodse familie. Ja. Dus ja, ik kan het dus zelf niet verklaren, maar ik hoor van mensen dat ze dat in ieder geval een prettige combinatie van twee dingen vinden. Nou, we gaan niet veel, maar ik heb me veel ingelezen. Jij hebt, je zou bij spreken een kind kunnen zijn uit een getraumatiseerd Joods gezin na de oorlog. Ik heb gelezen. Nou ja, ik bedoel, er zijn heel veel kinderen van mijn generatie ook en ook generatie daarna die heel veel last, onbewust hebben die ouders hun kinderen heel veel belast met de oorlog. Jij hebt op een andere manier een niet al te prettige jeugd gehad. Heeft dat je ook getriggerd dat je iets wilt laten zien dat het wel leuk kan zijn in een familie of in een juist onder moeilijke omstandigheden? Of is dat een rare vraag? Nee, het is zeker geen rare vraag. Jouw jeugd was niet te leuk, om het even kort samen te vatten. Nee, en tegelijkertijd heb ik zelf
nooit, en ook niet tijdens het schrijven, want dan word je natuurlijk altijd gevraagd, hoe is het dan bijvoorbeeld om die loeizware hoofdstukken over de concentratiekampen te schrijven. Ja. Ik heb wel altijd nooit een link gelegd tussen mijn individuele leed en het totaal onvergelijkbare leed van een oorlog en die onveiligheid. Dus die link heb ik zelf nooit gelegd. Nou, ik heb ook wel eens mensen gesproken die vergelijkbaar, die zeiden, mijn leed is nooit vergelijkbaar met al het andere leed wat in de oorlog gebeurd is. Kan dat wel meegespeeld hebben? Dat je zegt, mijn leed, ik heb misschien vroeger geleden, ik heb geklaagd over mijn jeugd, maar als ik eigenlijk bedenk wat kinderen van mijn leeftijd in de oorlog hebben meegemaakt, of die zusjes brillen slijpen, wat klaag ik dan? Kan dat meegespeeld hebben of is dat ook flauwekul? Of is dat een amateurpsycholoog van de koude grond? Oh, dat is ook hartstikke leuk om dat te doen natuurlijk. Ik weet het niet. Ik denk dat ik in ieder geval in mijn privéleven en professionele leven wel altijd onderwerpen uitzoek die gaan over... eigenlijk de rode draad in alles wat ik doe is de vraag die ik steeds heb. Ja. Bestaat er zoiets als een innerlijke menselijke beschaving? Ja. Of draagt iedereen uiteindelijk altijd zijn morele kompas over aan een externe autoriteit? En dat is bij mij altijd een soort zoektocht. Bestaat er zoiets als een innerlijk moreel kompas? Ja, grappig is, in jouw boek kom je beide tegen. Je komt en een innerlijk moreel kompas tegen. En je komt de echte grove verraders tegen. Ja. Nou ja, en dus dat is ook... Kijk, het antwoord zal ik waarschijnlijk nooit vinden, want daar is die vraag ook veel te groot voor. Maar wat wel... natuurlijk het fascinerende van die oorlog in Nederland is geweest, van specifiek ook in Nederland, want we hebben echt een andere oorlog en een andere manier van hoe wij met die Duitsers zijn omgegaan en hoe we met de Joodse gemeenschap zijn omgegaan. Het specifieke daarvan is dat wij dus wel op grote schaal bereid zijn om die individuele moraal over te dragen aan de autoriteiten. Ja. Ja. Even, ik las dat Bernhard Rebling, of Eberhard Rebling, die heeft in 2007 een Yad Vashem onderscheiding gekregen. Nou, dat is voor ons Joden wel bekend. Dat zijn niet-Joden die Joden in de oorlog geholpen hebben. Hij was dus niet-Joods, hoewel hij volledig in de Joodse gemeenschap was opgenomen. En ik begreep dat hij pas die wilde aannemen na het overlijden van zijn vrouw Lien. Klopt dat? Is dat waar? Of wat is daar? Waarom wilde hij niet gelijk met... dat Lien daarbij was, dat hij die Yad Vashem onderscheiding kreeg. Want dat is toch een prachtige onderscheiding. Ja. Nou, ik geloof niet dat het overlijden van Lien was. Er zit wel een familieverhaal achter. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dan niet over voor de familie ga praten als het niet in mijn boek staat. Omdat ik het dan, weet je, ik heb heel goed contact met de familie. Dus dan denk ik altijd, ik weet wel dat er heel lang binnen het grote gezelschap van, nou ja, dat is natuurlijk een heleboel zijn er ook niet van teruggekeerd, van de mensen die in het Hoge Nest ondergedoken hebben gezeten, maar van de mensen die wel teruggekeerd waren, ten eerste waren die natuurlijk ontzettend getraumatiseerd. Ja. Ook de paar mensen die niet naar de kampen, Eberhard is natuurlijk uiteindelijk, heeft kunnen ontsnappen, is niet naar een concentratiekamp gedeporteerd, maar was uiteraard ook getraumatiseerd. Ja. En er is heel lang gedacht binnen die groep dat er een verrader van binnenuit is geweest. Ja, ja. Uit het Hoge Nest. Ja. En dat is ook een heel belangrijk element geweest in dat niet kunnen verwerken van wat daar nou allemaal gebeurd is. En pas toen veel later bekend werd dat dat dus niet iemand van binnenuit is geweest, is daar natuurlijk voor de mensen die toen nog leefden een enorme last. En hoe werd dat bekend? Wanneer waren ze overtuigd dat het niet van binnenuit was gebeurd? Ik weet niet of iedereen daar uiteindelijk ook echt van overtuigd is geraakt. Maar in het boek Kopgeld staat een hoofdstuk en dat gaat over Eddy Moesbergen. Ja, ja. En dat is een van... nou ja, de meest beruchte jodenjagers uit de oorlog. Ja, en Eddy Moesbergen heeft dit huis uiteindelijk gepakt. Ja.
En pas toen eigenlijk is duidelijk geworden dat het in ieder geval niet uit eigen gelederen kwam. En dat was natuurlijk zo'n lode last die zij met zich meedroegen. Dat was natuurlijk al te grote angst, hè? Dat iemand zou praten. Ja. Wat ook natuurlijk in het boek steeds terugkomt, dat hoor je bij heel veel mensen die ook luisteren, dat toch hun broertje Jaap is vermoord. Ja. In hoeverre heeft dat bij die zusjes de vreugde van het overleven een klap gegeven? Ja, daar zijn ze natuurlijk nooit overheen gekomen. Nee. Maar überhaupt natuurlijk niet. Dat vind ik dan zo knap. Bij een hele gemeenschap, ze hebben allemaal het leven weer opgepakt. Met die vreselijke trauma's. Hoe heb je dat ervaren? Dus ook dat zijn broertje Jaap vermoord is. Nou, ik kreeg tranen van in mijn ogen toen ik het weer las. Ja. En vanmiddag teruglas kreeg ik weer tranen in mijn ogen. Hoe ze over Jaap praten en zo. Ja, Jaapie. Natuurlijk de hartedief van die grote zussen met die, met die grote mond. Ja. En Jaapie met zijn brilletje en zijn uitvindingen. Ja. Die zulke natuurlijk geweldige dingen ook heeft gemaakt en gebouwd. Daar zijn ze niet overheen gekomen. En nee. Ik denk dat ik natuurlijk wat dat betreft, misschien dat dat ook wel een reden is waarom mensen zich herkennen in het boek. Ik krijg van over de hele wereld krijg ik brieven. Vaak zeggen mensen altijd, boeken worden gelezen door vrouwen en vrouwen reageren ook. Maar ik krijg dus ontzettend veel brieven van mannen uit over de hele wereld. Uit Israël, uit Amerika. Waar bijvoorbeeld dan? Zijn dat dan mensen die na de oorlog Nederland ontvlucht zijn? En dus, dat zijn Nederlanders, neem ik aan, die in Israël of in Amerika of in Australië wonen. In eerste instantie, toen het boek net verscheen, waren dat allemaal Nederlanders. Omdat het boek natuurlijk alleen in het Nederlands te krijgen was. Ja. En nu begint het ook uit Engelstalige landen, Duitsland, Italië te komen. En zijn dat dan mensen die geen relatie met de oorlog hebben? Of zijn dat mensen die toch uiteindelijk wel... Ja, nee, dat zijn allemaal mensen die op een of andere manier dat trauma met zich meedragen. Daar zitten dus echt nog, dat verbaast mij steeds weer, hartstikke veel mensen bij die de oorlog ook zelf hebben meegemaakt. Ja, ja. En die schrijven dan, dat zijn mensen van achter in de 90 en die schrijven prachtige handgeschreven brieven. En die zeggen, ik heb mijn eigen oorlogsgeschiedenis helemaal doorlopen in dit boek. Dit is mijn familie. Dit is mijn broertje. Dit was mijn vader. Dit was Amsterdam, hoe wij het kenden, waar wij vandaan komen. En dat zijn, dat zijn hele dierbare correspondenties die daarmee op gang komen. Maar misschien is dat het ook wel, dat dus heel veel mensen herkennen een broertje erin. Of iemand uit de buurt die hielp. Of juist iemand uit de buurt die een verrader bleek te zijn. Dus ja, op die manier zijn er bijvoorbeeld ook mensen die zeggen, ik heb zelf nooit over de oorlog kunnen praten, maar ik heb het boek aan mijn kinderen cadeau gedaan. Ja, ja. En gezegd, lees dit maar. En dan weet je hoe het echt was. Ja. En dat is ook dus ook die zusjes brillenslijper. Zij zijn uiteindelijk wel gaan praten. Je hebt met hun kinderen gesproken. Heb je hun kinderen ook vragen gesteld over wanneer begon mama te praten? Wanneer begonnen jullie moeders te praten of jullie vaders? Nou, weet je wat leuk is? Ik weet niet of jullie haar kunnen zien, maar ik zag net dat Rosette... Is Rosette er nog? Dat is namelijk een klein kind. Ja. Is Rosette er nog? Ik kan het niet zien, maar ze was er in het begin. Ik zit even te kijken bij alle hokjes. Ik kan er nu even niet zien. Maar net in het begin zag ik dat Rosette Brandes van Rob Brandes. Ja, en dan Paul. Ja. Ja. Die was net hierbij aanwezig, dus ik hoop dat ze er nu nog is. En zij is een kind van... Zij is nog aanwezig, hoor. Leuk. Absoluut. Hi, Rosette. En Rosette is een dochter van Rob. Nou ja, in het boek Kleine Robbie. En met Rob heb ik ook een hele dierbare band. Ja. Het is natuurlijk nogal wat de reis die je met elkaar aangaat. De zoektocht. Ja. Wat ik ook shocking vond, en ik heb dat wel meer gelezen van inderdaad mensen die en in de Spaanse burgeroorlog gevochten hadden, in het verzet in Nederland gezeten hebben en dan na de oorlog
met ook een soort heilgedachte naar de DDR uitweken, dat Eberhard Rebling is zijn Nederlanderschap ontnomen. Ja. Lien ook. Ja, en hun kinderen ook. Ja. Ze gingen dus naar de DDR toe. Ja. Hoe is het? Vreselijk. Mensen die het verzet gezeten hebben, in het Spaans verzet gezeten hebben, dan wordt ze hun Nederland, omdat ze naar de DDR gingen. Ja, nou, en ik weet niet zeker, maar volgens mij heb ik achter in het boek er wel nog een zinnetje aan gewijd, daar waar ik de lijst van wat er gebeurd is met iedereen die in het Hoge Nest gezeten heeft. Ja. Kom ik even op terug, wat daarmee gebeurd is. En bij Lien en Eberhard was het zelfs zo cru, dat de eerste keer dat zij terug naar Nederland... Ja, werden ze op Schiphol aangehouden. Werd ze op Schiphol aangehouden. Ja. Dus die arme, getraumatiseerde vrouw die door de marechaussee bij de douane eruit gepikt werd en vastgezet werd. En zei, je komt dit land niet in. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk... Toen heeft ze gewoon de boel elkaar geschreeuwd, hè? Ja. Maar toen heeft dus Jannie... dat heeft Rob dan weer zo mooi verteld. Zijn moeder die heeft toen ook wel echt, geloof ik, Amsterdam ongeveer... heel Amsterdam gebeld en gezegd, als je nu niet... ook op hoog niveau gezegd, als jullie nu niet regelen dat mijn zus vrijkomt, dan zwaait er wat. Dat is ook, en de tragiek van Eberhard Rebling, maar jij kunt het wel zelf beter uitleggen. Was een Duitser, krijgt Nederlandse nationaliteit, verliest dan weer zijn Nederlandse nationaliteit. Jij kan het beter. Het verhaal van Eberhard Rebling, maar dat is een zo bijzondere man, vind ik dat ook. Ja. Nou, sowieso natuurlijk het feit dat een Duitse jongen, die dat vreselijke klimaat van de jaren 30 ontvluchtte, uiteindelijk in Nederland terechtkwam en verliefd werd op een Joods meisje, Lien, vervolgens in een gezin waarin er zo hevig, natuurlijk vooral aan de kant van Jannie, al zo hevig in verzetskringen werd gezeten. En waar hij dus ook vervolgens in opgenomen is. Ja. Dus dat is natuurlijk... het is makkelijk om achteraf dat verhaal te reconstrueren, zoals ik heb gedaan. Maar je kunt je bijna niet voorstellen hoe dat voor hem op dat moment ook moet zijn geweest. Het wantrouwen. Ja, hij schaamde zich ook moeten hebben gehad. Ja. Hij schaamde zich misschien dat hij Duitser was. Hij was gewoon, las geloof ik, 430 van dat soort Duitsers in Nederland waren, las ik in jouw boek. Klopt zoiets, zag ik. Ruim 400 Duitsers, of dat zag ik ergens een getal staan. Ja, zou die kunnen. Het allemaal heel moeilijk gehad hebben. Ja. Ja, het zou kunnen. Ik weet in ieder geval wel, dat schrijf ik ook ergens, dat natuurlijk als je en gedeserteerd was, en je was met een Joodse vrouw, dan was je natuurlijk in de ogen van Hitler, kon je niet, grotere misdaad kon je natuurlijk niet begaan. Dus hij en Lien dachten wel echt dat zijn laatste uur geslagen, dat het afgelopen was. En hoe heeft hij in het Hoge Nest kunnen functioneren en naar buiten kunnen gaan? Kun je dat eens beschrijven voor ons? Hoe heeft hij dat, zo knap vind ik dat, zonder de zenuwen, zonder... Ja, dat is ook ongelooflijk hoor. En nogmaals, iedere dag als ik hier thuis kom, denk ik daar ook aan. En dan denk ik, dat kan ik me niet voorstellen, maar ik ben daar wel veel mee bezig. En als we hier met de kinderen ook wandelen, dan hebben we het daar al jarenlang, iedere dag bijna over. Je moet je voorstellen dat, ik kan het even laten zien. Het is, zeg maar, dit is de zijkant. Ja. Met het bos. Ja. Daar. Kun je dat een beetje zien? Ja, kun je zien, ja. Overal bos. En dit is dus de kamer inderdaad op de begane grond waar Eberhard en Lien en kleine Katinka verbleven. Ja. En wat je dus ziet is dat hier heel veel bos is. Hierachter is het wat vroeger de Zuiderzee was. Dus dat is een paar honderd meter die kant op. Ja. En daar is Huizen en daar is Naarden. En in die periode dat ze hier zaten, was er eigenlijk, er waren geen wegen, er waren geen huizen. Er liep alleen hier een voetpad, een fietspad. Dat is er nog steeds, dat loopt voor het huis langs. En verder was het allemaal
aan die kant hei en braakliggend terrein. En het absurde is dat het eerste huis, zeg maar 300 meter ongeveer verderop, het eerste huis wat je tegenkwam, dat is dus het huis waar Anton Mussert de eerste meidagen van de bezetting in 1940 is ondergedoken bij een NSB-gezin. Ja. En het absurde is dat hij zichzelf zonder enige ironie ook altijd de eerste onderduiker van Nederland heeft genoemd. Wat is er ontgaan? Nou ja, dat is natuurlijk, die opmerking is gruwelijk. Ja. Dus hij zat hier, hij zat niet in dat huis toen de familie Brillenslijper hier zat ondergedoken, maar alleen al het feit dat... Ja, 300 meter verder, maar dat komt in je boek ook, ja. Dat is natuurlijk een... En verder in de oorlog zat hij bij zijn minnares. Ja. En die zit verderop in de buurt van Hotel Jan Tabak bij echt richting Naarden daar. Ja, en ook het huurcontract bij die foute burgemeester. Ja. Dat is ook, je ziet ze daar naar binnen gaan. Ja, ja, dat is ongelooflijk, dat soort momenten. 112. Eberhard was een hele principiële man. Ja. Die dus heel erg veel nadacht over dat soort dingen. En dat soort gesprekken ook veel voerde met de mensen in zijn omgeving. Dus zij, terwijl die oorlog zich eigenlijk steeds verder ontwikkelde, bespraken zij ook dat soort dingen. Ja. Dus wat zetten we allemaal wel niet op het spel? Wat doen we als? Als ik opgeroepen word, meld ik me dan of niet? Duik ik onder of niet? Op welke manieren laat ik mijn gezin en mezelf het ergst in de steek? Is dat door... hier te blijven, maar onder te duiken en jullie in gevaar te brengen? Of is dat door me te melden bij het Duitse leger? Dus dat soort gesprekken, dat is natuurlijk heel bijzonder dat die werden gevoerd. Maar om op het huis terug te komen, in principe was er dus in de wijde omgeving hier niets. Nee. En toch denk ik dat een heleboel mensen het geweten heeft. Ook uit de brieven die ik nu krijg. In de hele onderzoeksperiode heb ik bijna niemand gevonden die me iets wilde vertellen. Misschien komt dat ook omdat ik natuurlijk import ben. Ja. Ik kom niet uit het Gooi. En ze zullen vaak gedacht hebben, als ik weer aan het rondneuzen was, van heb je die rare vrouw van het Hoge Nest weer. Maar nu komen de verhalen los. Uit van de oudere mensen uit de omgeving die zeggen, ja... Wij wisten wel wat daar. Dus als ik dan samenvat een beetje wat je nu zegt, wat ik wel meer gehoord heb. De meeste Nederlanders waren passief en waren niet aan het verraden. Ik bedoel, je moest echt wel heel slecht zijn, wil je verraden. En in de omgeving van het Hoge Nest woonden geen directe verraders, dus wil je hiermee zeggen. Want ze hebben het wel geweten wellicht. Bij de bakker, bij de groenteman. Het ging allemaal op heel, heel geraffineerde wijze deden ze hun boodschap met de bonnen. En ook die winkeliers wisten dat er iets gebeurde in het Hoge Nest, begreep ik uit jouw boek. Ja, er zijn natuurlijk mensen van wie ik dat echt letterlijk weet, uit de archieven. Ja. Ja. Noem eens voorbeelden. Nou, een heel belangrijk voorbeeld is de rol van de drogisterij. Het echtpaar wat de drogisterij had, aan die kant is dat, in Huizen. Er is ook wel echt een verschil tussen wat ik aantrof in de meer Gooise rijke dorpen, die aan die kant liggen. Dus dan heb je het over Naarden en Bussum, Laren, Blaricum, in iets mindere mate. En Huizen, dat eigenlijk altijd een status aparte heeft gehad. En bedoel je dat de rijkere gemeente gevaarlijker was of corrupt, meer met de Duitsers samenwerkte dan Huizen, dan het Daar aan te geven? Ja, ik ben natuurlijk in al die onderzoeken gedoken om te kijken naar die demografie van waar zaten de meeste NSB-stemmers in welk jaar. Ja. Je kunt natuurlijk niet alles zo achterhalen, maar je kunt wel in ieder geval zeggen, en dat zullen jullie ook wel weten, dat ondanks het feit dat ze zich zogenaamd natuurlijk richten, de NSB en de nazi-partij, op de agrarierromantiek, zoals je dat noemt, dus de boeren. Terugkeer van het gemeenschapsleven en het anti-moderne. Daar richten ze zich wel op. Maar feitelijk in de praktijk waren het vooral de welgestelde gebieden waar je toch meer die concentraties zag.
Maar was het ook niet voor die welgestelde dat ze het maar bedoel, wat je net zei, die notarissen, die advocaten die daar veel woonden, die gewoon lekker geld verdienden? Nou ja, het is denk ik, ja, het is een combinatie geweest. Ik heb natuurlijk veel mensen gesproken en ook vaak gevraagd, de pijnlijke vraag van families die aan de foute kant hebben gestaan. Wat was dat nou? En het meest wat je hoort is toch altijd het relativerende. Ja, maar mijn vader deed het niet voor de ideologie, maar voor het opportunisme. Hè? Het was anticommunisme. Nou, er komt altijd een hele riedel. En ik denk dan altijd van, nou, oké. Het is niet mijn benadering. Ik ken zijn voorbeeld ervan is Isabel van Boetselaar, maar laten we het daar maar niet over hebben. Ja. Nou ja, zo zijn er vele meer. Hè? Het is, wij hebben natuurlijk een moeilijke verhouding met ons, met hoe wij herdenken. Wij hebben een moeilijke verhouding met hoe wij daarover met elkaar praten. En hoe in de academische wereld, dat is heel interessant. Was je over Mark Rutte, verras jij wat Mark Rutte zei bij deze vier met herdenking over Wilhelmina? Je bedoelt dat je het prettig vindt dat ze er nu eindelijk op terugkomen? Ja. Want bij jou in Hogenes luisteren ze ook naar de Radio Oranje. Ja. Die rol van het Koningshuis, dat blijft natuurlijk een hele ingewikkelde. Niet ingewikkeld. Wat zeg je? Het is niet zo ingewikkeld. Het is ook niet ingewikkeld, maar we hebben het ingewikkeld gemaakt. Laf gevlucht. We hebben het ingewikkeld gemaakt door het eigenlijk zo lang. Dat bedoel ik met, wij hebben een ingewikkelde herdenkingscultuur. Okay. Ja, ja. Wij zijn, dat lees je in de mooiste onderzoeken die hierna gedaan zijn. Dat blijft mij altijd bij. Wij in Nederland zijn al zo lang aan het kissenbissen over wat goed en wat fout is. En wie dan goed was en wie dan fout was. Dat we maar niet toekomen aan de waarom-vraag. We komen niet bij die diepere laag. Denk niet dat het typisch Nederlands is. Nou ja, dat is in ieder geval wat in die historische... Kijk, ik ben geen historicus, dus ik neem dat dan aan van de wetenschappelijke publicaties die daarover gaan. Dat schijnt wel een verschil te zijn met hoe sommige andere landen, Duitsland als voorbeeld natuurlijk, wel echt dat louteren van die eigen geschiedenis aan durven kijken. Ja, maar Duitsland en Oostenrijk zijn het toch iets anders als agressor. Zeker. Maar er zijn ook genoeg landen die ook... Ik bedoel, België is er ook nog lang niet uit, bij te spreken. Nee. Nou ja, het is... Kijk naar Brazilië. Ik bedoel, kijk wat daar nu vandaag gebeurt. Dat is één op één terug te voeren op een niet verwerkte, niet gelouterde geschiedenis. Maar om terug te komen op Rutte en ook de koning, die daar natuurlijk ook iets over zegt. Mijn hemel zeg. Ik vind het wat laat allemaal. Ja. Ik ben met mijn gedachten al een stuk verder. Nou ja, ik vond het toch prettig om te horen dat ze nu eindelijk... En ik denk... Ja. Even, je bedankt in je boek Evelien Gans. Zij heeft de uitgaan van het boek niet meer meegemaakt. Nou, ik denk de meesten ons kennen. Waarom bedank je haar? Wat heeft zij betekend voor jou? Als je dit soort onderzoek doet... waarvan je steeds bewust bent hoe voorzichtig je moet zijn, hoe goed je een balans moet bewaken en hoe je met die geschiedenis goed moet omgaan, dan zoek je naar mensen die houvast kunnen bieden. En waarvan je denkt, wauw, die had een intelligente, heldere kijk op dingen, waar ik alleen maar enorm veel van kan leren. En zij was één van die mensen. Er zijn meer vrouwen op meer gebieden waar ik dan naar kijk. Maar zij was één van de vrouwen waarvan ik altijd dacht, als zij iets schreef, als zij iets zei, dat ik dacht, ja. Wat sprak je aan in haar? Zij heeft standpunt natuurlijk ingenomen over dat grijze verleden en die hele discussie. Wat ik zeggen? Die vergrijzing was wel tegen. Daarom. Dus dat vond ik natuurlijk zo'n prettige, heldere stelling. Ja. Die ik natuurlijk ook geweldig onderbouwde. Jij deelt dat ook wel, hoop ik. Dus dat de vergrijzing en Je bent tegen... Oh ja, nee. Volkomen.
Hè? Ja, nee, dat is natuurlijk wat mij zo aantrok in haar. Dat ja, ik weet dat de meeste mensen denken die kijken wel weten wat de vergrijzing is. De vergrijzing is dat de daders waren eerder slachtoffers en de slachtoffers waren ook een beetje daders. We zitten allemaal een beetje in hetzelfde. En nou ja, Van der Heijden, Chris Van der Heijden is daar het grootste. Iedereen, dat was eigenlijk waar zij zich tegen verzette. En wat ik ook echt niet wilde doen in het boek. Iedereen is een beetje goed in dit verhaal en iedereen is een beetje slecht in dit verhaal. Dus je neemt de grootste NSB'er of de ergste kampbul en je zegt daarbij, maar hij was een hele lieve vader. Dus terwijl ik me op het standpunt stel dat als je onderzoek wil doen en je wil in ieder geval proberen te benaderen wat er nou gebeurd is, is dat je eerst eens moet zeggen, ik ga niet op voorhand al relativeren. Nee, dat was er was daar een fel tegenstander van. Daar, Even, ik heb wat rondgebeld en er waren ook wat mensen die kritiek op je boek hebben. En een van diegenen is Loes Baktor, die ik hoog heb zitten. Die ook veel van geleerd. Hè? Ik ook. Oh, nou ja, zij vindt dat je haar grootvader, Texera de Matos, te weinig eer geeft. Echt waar? Ja. Nou. Zij zegt, hij heeft veel gefinancierd en ze vindt dat... Je had een fout gemaakt met de overlijdensdatum, geloof ik. En Loes was niet zo gelukkig daarmee. Oh, echt waar? Zou ik zeggen, belder of laat jullie met elkaar gaan afspreken. Ja, maar waarom heeft ze mij dat dan niet laten weten? Ik weet dit helemaal niet. Oh, nou ja. Ik heb toevallig wat mensen gesproken die in het boek voorkwamen. Dus omdat ik weet van Loes dat zij van Texera de Matos stam. Ja. Ook linkse, rijke linkse, progressieve mensen. Ja. En Loes staat ook echt staat zeer correct in het leven. Misschien niet altijd het makkelijkste, maar ze weet waar je... Ze weet. Nou ja, oké, dan is het bij deze... Weet ik niet. Nou, vind ik heel vervelend om te horen. Dus ik... nee, dat had ze me zeker ook natuurlijk gewoon kunnen laten weten. Want ze wordt wel bedankt in het boek. Ja, daarom. Dus ik begrijp niet waarom ze dat niet meteen heeft gezegd. En Loes Gompers verwijt je dat je te weinig verwijst naar dat boek uit de jaren 80. Ben je het daarmee eens of is dat... Naar haar werk. Nou ja, waar ook dan, en dan dat je het, ook Femke Last haar rol te weinig belicht. Oh ja, nee, dat kan. Nee, kijk, wat je natuurlijk krijgt, en dat hoor ik van meer mensen, is dat er een heleboel mensen zijn die, zoals ik ook mijn darlings heb in mijn onderzoek en in het leven, dat er een heleboel mensen ook zeggen. Van ja, maar verdomme, waarom heb je die nou niet genoemd? Of waarom, ben je nou niet dieper ingegaan op... Laatst weer iemand die zei... En ik had meer over de Joodse Raad willen lezen. Waarom ben je daar nou niet, heb je daar nou niet een heel hoofdstuk aan gewijd? Ja. Ik kan daar niemand in ongelijk geven. Nee. Dit boek was eerst 800 pagina's. 800 pagina's? Ja. Dus ik heb nogal veel darlings moeten killen. Ja. Nee, dat is even voor degene die niet zei... Killing your darlings... Mensen die schrijven, dat is het ergste wat er is. Jij denkt dat elke zin waarde heeft, maar Killing Your Darlings is wel heel goed. Nou ja, maar de helft... Pagina's eerst. Ik ben eigenlijk... Heb jij zelf eerst geschrapt? Wat zei je? Ben jij zelf eerst gaan schrappen? Ja, wie anders? Nou ja, je kan ook iemand zeggen, geef jij eens aan waarvan jij vindt, daar ga je te ver op door. Probeer daar eens... Ik heb het ook wel eens gehad, omdat ik zei, ik kom er niet meer uit. Geef jij eens aan waar ik te lang ben. En heb jij dat? Ja, ik heb een hele goede redacteur. En een hele goede uitgever die ook met Evelien Gans gewerkt heeft. Oscar van Gelder. Oscar van Gelder is je uitgever. Ja, misschien ken je hem, weet ik niet. Ik ken hem. Hij heeft ook eens wat van mij uitgegeven, ja. Oh, ja. En dat zijn allebei mensen die geen blad voor de mond nemen. Nee. Dus... Maar heeft Evelien Gans nog meegelezen? Nee. Nee, het is heel... het is natuurlijk ook heel afschuwelijk wat... Ja, maar goed, dat is verschrikkelijk. Maar om terug te komen van die 800 pagina's naar die 400. Ik heb uiteindelijk een beslissing genomen en gedacht, wil ik compleet zijn, zodat er niemand uit geen enkele hoek kan zeggen, je bent iets vergeten of je bent te snel... Ben je daar doorheen gegaan? Ja. Of wil ik een boek schrijven dat leesbaar is, dat grijpt en
waarvan hopelijk juist de mensen het gaan lezen die niet al alles weten. Ja, ja. En de laatste heeft bij jou de doorslag gegeven. En dat laatste heeft mij de doorslag gegeven in die zin dat... ik krijg bijvoorbeeld ook heel veel commentaar van mensen die zeggen... Oh, er staan veel te veel feiten in. En dan zijn er weer andere mensen die zeggen van... Ja, maar ik hoef niet te lezen over de familietoestanden. Ik wil alleen maar de feiten. Dus ja, ja uiteindelijk moet... Dat heeft iedereen die probeert iets te creëren, iets te maken. Uiteindelijk denk ik dat het vooral belangrijk is dat je zelf weet. Ja. Ik heb enorm mijn best gedaan. En ik weet waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. En de reden dat ik het boek uiteindelijk op deze manier heb geschreven. En dit heb laten staan, die drie delen. Dus ja. De aanloop, hè, het begin van de oorlog. Ja. En dan het hoge nest. Hoge nest en dan het verraad. En de, ja. En de kampen, is omdat ik dacht, ik wil de lezer, de compositie van het boek moet zijn als de Jodenvervolging. En dat klinkt heel gek, en als lezer heb je dat ook hopelijk niet door. Maar nee. Het moet beginnen, Jannie zei ooit, de Jodenvervolging was als een fuik. En ik zie een fuik dan eigenlijk als een, zeg maar als een trechter. Dat is een prachtige woord, prachtige beeldspraak. En ik dacht, de compositie van het boek, toen ik dus die beslissing moest nemen, ga ik zo doen. Dus het eerste deel is feitelijk. Ja, die inleiding, hebt, als lezer heb je nog distantie. Ja. En ademruimte. Ja. En dat is eigenlijk, staat dat voor mij voor de positie van de Nederlandse samenleving in het begin van de bezetting. Ja. Toen mensen nog optimistisch waren, toen mensen nog dachten, het loopt hier niet zo'n vaart. Dan kom je in dat tweede deel, het hoge nest. En als het goed is, voel je als lezer dan de beklemming. De angst, de razzia's, de verhuizingen. Het langzame uitwissen van het bestaansrecht. En dan kom je uiteindelijk in dat laatste deel. En dan zit je eigenlijk in de bek van de fuik. En daar kwam niemand meer uit. Nee. En als lezer heb ik daar ook op gemikt dat geen prettige leeservaring hoeft te zijn. Maar dat je toch door moet lezen. Nou ja, ik behoor ook tot degene die het boek echt in één adem uitgelezen heeft. Terwijl je toch denkt dat je alles weet. Wat ik ook prachtig beschreven vind, is die terugkeer in Amsterdam. Wij kennen Amsterdam. De Churchillaan, of dat heet dan nu Churchillaan, Rooseveltlaan. Hoe je dan langs het verzekeringsgebouw, hoe ze dan op de Prinsengracht en dan elkaar weer zien. Ja, daar krijg ik ook tranen van in mijn ogen. Wat ik ook zo bijzonder vind, is Bergh, waarom zij, bijna altijd als een huis werd leeggehaald waar Joden zaten, of dan 8 of 10, dat is ook in Haarlemmermeer, is dat overal, zijn bijna allemaal vermoord meteen. Het is ongelooflijk dat er zoveel overleefd hebben, dat de zusjes het overleefd hebben, een kind het overleefd heeft. Wat heeft hen dat geluk gebracht? Heb je daar iets achter kunnen, dat ze niet meteen de trein ingingen en de gaskamer in zijn gejaagd? Anne Frank heeft, is ook de gaskamer hiermee zijn ook eigenlijk bezweken. Maar wat heeft hun bij alle pech dat geluk gebracht? Heb je daar... Daar heb ik natuurlijk veel gesprekken over gevoerd en geprobeerd. Ik heb het eigenlijk geprobeerd op 2 gebieden te benaderen. Omdat ik natuurlijk zelf het ook niet kan bevatten. Ik kan niet bevatten wat uiteindelijk maakt dat iemand bijvoorbeeld niet bij de groep van de muzelmenner terechtkomt. Ja. En zeker als filosofisch concept, en Primo Levi schrijft daar natuurlijk het mooist over, het hele concept tussen wanneer is een mens nog in leven? Wanneer, los van het fysieke aspect, wanneer is een mens nog in leven? Had je Primo Levi al gelezen of ben je het gaan lezen voor de studie voor je boek? Nee, dat zat wel bij mij, dat soort boeken zat bij mij wel in... Kon je toen verplaatsen in hem? Hoe oud was je toen je dat las? De eerste keer? Nou, dat zal waarschijnlijk eind 20, begin 30 zijn geweest, zoiets. Ja, ja. Maar ik denk dat ik het toen nog niet heb gevat op de manier hoe ik het las toen ik eenmaal zelf met dit onderzoek bezig was. Ja. Maar ik denk wel dat... kijk, alles wat je zegt over de overlevenden, vind ik dat je daarmee uit moet kijken, want dan suggereer je ook iets over de doden. Dus daarom ben ik er altijd heel voorzichtig over.
Nou wacht, je weet, dat zul je waarschijnlijk ook in je onderzoek geweten hebben. Heleboel overleven hadden een schuldgevoel. Natuurlijk. Zij overleefd hadden, hun broertjes, zusjes. Oh ja, ik kan er tranen van in mijn ogen krijgen. Ik ben nog, voel je nog schuldig ook. Omdat ze overleefd hebben. En dat hadden de Britten natuurlijk ook. Zeker weten. Ja. Maar ik denk uiteindelijk zijn er een aantal aspecten die bijdragen aan de overlevingskansen van mensen onder deze gruwelijke omstandigheden. Ja. Daar zijn talloze hele mooie boeken over geschreven. Een aantal dingen die natuurlijk steeds terugkomen in die boeken was bijvoorbeeld de rol van de Joodse gemeenschap uit Nederland, die minder geweld had meegemaakt, vergeleken met Joodse gemeenschappen uit Oost-Europa, die natuurlijk al veel meer van dat gruwelijke geweld hadden gezien. Maar als je dan gewoon puur kijkt naar Jannie en Lien, en Anne en Margot, andere mensen uit deze omgeving, dan zie je dat iemand hebben, dus al is het iemand die je tegenkomt in de kampen, die in de straat woonde, een tante, maar zeker een zusje, dus iemand hebben die je in de ogen kan kijken en je eigen menselijkheid bevestigt, dat een heel belangrijk aspect is geweest. Ja. We komen aan het einde van deze social Zoom. Even kijken, want het is een heel mooi gesprek. Het is heel moeilijk om dit te onderbreken. Maar ik wou toch even kijken of er nog vragen zijn van de medezoomers. Die kunnen dat naar mij chatten. Ik wil zelf ook nog wel even zeggen dat ik met bijzondere belangstelling het boek heb gelezen. En mijn ouders hadden een avondwinkel in de Utrechtse straat. En ik zat in school op de Stadstimmertuin en Jannie Brandes kwam bij ons in de winkel. En als ik van huis naar school reed, dan kwam ik langs dat huis. Dat huis wat jij ook beschrijft, waar ze uitstapt. Frits die vertelde het daarnet, ze komt terug en dan stapt ze in het huis van de Amstel stapt ze uit. Ik reed er altijd langs met de fiets en dan keek ik daar even naar binnen, omdat ik wist hoe mijn ouders deze mevrouw hoogachten. Dat voelde ik aan. Het werd niet uitgesproken, maar dat was iets bijzonders. Wow. Ik kijk eventjes of er chats zijn. Nee, die zijn er niet. Dan wil ik jullie ontzettend... Nou, ik wil nog even van Roxanne vragen. Mag ik nog een laatste vraag, Roxanne? Ja, tuurlijk. In hoeverre hebben de twee zusjes nog een leuk leven gehad na de oorlog? Ook dat is natuurlijk een intieme vraag om in te vullen. Maar ik denk dat ik wel mag zeggen dat Lien het ontzettend zwaar heeft gehad na de verhuizing naar de DDR. Ja door de houding van Nederland ten opzichte van haar, hoe ze ook dan haar, of ook door het leven later in de DDR. Nou, ik denk gewoon überhaupt die ontworteling en de het toch na het verlies van vader, moeder, Jaapie en dan vervolgens zus achterlaten. En ik denk dat Jannie... Kijk, qua karakter was Jannie natuurlijk een absoluut rouwdouwer. Ja. Dat was natuurlijk een vrouw die met de kop door de muur kon. Ja, geweldig. Iemand waar ik me dagelijks nog steeds bij alle enge dingen die ik in mijn relatief zorgeloze leventje soms moet doen, denk ik altijd, wat zou Jannie doen? Nou, kop door de muur. Vraag je dat wel eens af, wat leuk, dat vragen wij ons ook wel eens af, Marijke en ik, of zeg ik echt mijn kinderen, wat zouden jullie nou gedaan hebben in die situatie? Hoef je niet meteen te antwoorden, maar dat heb jij dus ook wel eens. Nou ja, dat onderzoek ik al 15 jaar. Ja. Ik onderzoek voornamelijk de rol van individuen in collectieven. En eigenlijk het uitgangspunt, wat in mijn lezingen ook uit de zaal altijd terugkomt, het uitgangspunt dat wij hebben, dat wij anderen veroordelen om laf gedrag. Ja. Wel heel eerlijk gezegd, de eerste menselijke neiging is om altijd binnen de gelederen van de groep te blijven. Dus je moet nooit van jezelf denken, ik ben dan opeens degene die opstaat. Je moet altijd van jezelf denken, dat ben ik niet. En wat kan ik nou doen om meer zo te worden? En even tot slot, verdienen de twee zussen, ik weet niet, zijn ze koninklijk onderscheiden? Nee.
Verdienen ze het postume koninklijke onderscheiding? Nou, als dat zou kunnen. Jongens, dan ik daar vanavond sterk voor maken. Die vrouw hebben zo'n belangrijke rol gespeeld. Ja, ik weet niet of dat kan. Maar in ieder geval, ik zou het wel fijn vinden als er iets... Ja. Kijk, Yad Vashem kan niet, want ze zijn Joods. En dus het moeten niet Joden zijn. Wat ik ook wel mooi vind, dat je alleen niet Joden en Yad Vashem onderscheiding kunnen krijgen. Nou, in Israël weet ik... Ik heb wel contact met een mevrouw in Israël die bezig is met het verzamelen juist van Joodse verzetsmensen. Oh. Maar nou, ja, dat zou dan in Israël zijn. Maar misschien moet Yad Vashem zijn policy veranderen. Dat zou ook... Ja, nou, het is wel mooi natuurlijk. Hè? Niet Joden, die al dat weet je, al red je één mens, dan red je de mensheid. Ja. En dat is de gedachte achter, tenminste volgens mij, achter de Yad Vashem onderscheiding. Ik heb wat reacties. Ten eerste Herman Duizend, die zegt, ik heb het boek gelezen en heeft een hele diepe indruk op me gemaakt. Erika, die zegt, fantastisch interview, heel boeiend. En meneer Drukas, denk ik, die vraagt, wat is er gebeurd met die zusjes Jansen? Oh ja. Ja, dat is wel mooi. De zusjes Jansen, even voor wie het niet weet, dat waren de eigenaren van het huis. En zij hadden dit huis eigenlijk een beetje in de schoot geworpen gekregen, omdat hun ouders jong waren overleden. Dus waren zelf ook redelijk jonge vrouwen die samenwoonden in een chique huis in Amsterdam. En dit huis dan als zomerhuis gebruikten. Zij hebben niet geweten wat hier in de oorlog. Zij dachten oprecht dat we het gewoon aan twee niet-Joodse mannen en hun gezin hadden verhuurd. Dus zij hebben niet geweten wat zich hier heeft afgespeeld. Zij hebben natuurlijk wel uiteindelijk het huis gezien. En het was helemaal vernield door de Jodenjagers. Ik weet dat zij jaren nadien op bezoek zijn geweest hier. Toen woonden wij hier nog niet. Maar ik denk niet dat zij... aangezien de vorige bewoner dit verhaal ook niet kende. Ik denk niet dat zij ooit hebben geweten wat zich hier heeft afgespeeld. Dus dat, Veel of verder in jouw boek geen echte rol ook, die zusjes Jan. Ze hebben het huis af, 112,50 gulden per maand. Ja. Het huurcontract getekend en verder komen ze ook verder niet echt in een actieve rol voor in het boek. Nee, helemaal niet zelfs. Dus ik denk ook dat wel weer exemplarisch is voor de houding van de meeste niet-Joodse Nederlanders. Zo van, prima, als jij mijn huis wil huren, je bent niet-Joods, ga je gang en verder doe wat je wil, maar betrek mij er verder niet bij. Ja. Ik ga jullie ontzettend bedanken voor een prachtig interview, Roxane, ook voor een heel mooi boek waar ik van genoten heb en heel veel van mensen van genoten hebben. Frits, jij ontzettend bedankt voor dit interview. Ik ben moe. Dat kan ik me voorstellen. Ik denk Roxane ook. Ja, ik denk het ook, ja. Want ja, dat heb je met zo'n vraaggesprek. Met zo'n eigenlijk een gesprek met elkaar. Ja. Ontzettend bedankt. We gaan door met die social zooms. Maar we gaan de komende week één keer per week in principe op dinsdag zo'n social zoom houden. We gaan door in de zomerstop van de NIAS. Want we dachten, er zijn weinig mensen die echt op vakantie gaan. Als je op vakantie gaat, ga je in Nederland. Dus laten wij gewoon doorgaan tot 18 augustus. En de volgende social zoom, die is volgende week dinsdag. Dat is een hele bijzondere. Echt een hele bijzondere over Joodse detectives. En die wordt gehouden door Hans Vuijsje. Dus iedereen moet echt kijken. Zeker. Okay. Ik wil je allemaal danken. Ik ga iedereen van mute afhalen. Ik wil Roxane ook nog even bedanken voor de openhartigheid en de manier waarop ze ons te woord gestaan heeft met z'n allen. Ze heeft er toch een hele avond de tijd voor genomen. Ook. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het heel leuk om dit eens op deze manier te doen. Oké. Nogmaals bedankt. Ik ga de microfoon zo opengooien.